Nadeel van één badpak, elke ochtend zo'n vochtig badpak aantrekken. Het liefst heb ik natuurlijk twee bikinis mee, maar ja, dat is gewoon te veel. Dus dan maar dit. Maar als je zelf op reis gaat, zou ik zeggen, neem twee bikinis mee. Goedemorgen, ik ben onderweg naar het leslokaal voor de video's. Ik moet gaan kijken. 2,5 uur. Oh my freaking G, wat heb ik mezelf aangedaan. Ik werd vanochtend ook wakker en ik dacht van... Really? Really? Ik ben op vakantie en ik ga alsnog een of andere cursus doen. Oké, nou, maakt niet uit. Ik bedoel, we gaan wel iets funs doen. Oh, het strand is zo chill, joh. Oh, ze zijn hier ook Vicky aan het stoken. Wacht, dat kan je zo meteen wel zien. Oeh, het stinkt. Kijk. Vicky, daar. Oké. Ik moet opschieten, want ik ben een beetje te laat. Aan de andere kant, gisteren was ik echt perfect op tijd. En was het echt zo van... Oh, je bent Ivana, we zouden om 3:15 beginnen. Ja! We beginnen om 4:00. Daar heb ik wel zin in. Eilandleven. Het is een van de luxere soort... Ja, de soort kan ik het niet noemen, maar... Het zijn een soort luxere hutjes. En dan heb je dus ook bedjes op het strand. Had ik gisteren verteld dat er een Maleisisch meisje was die niet eens kon zwemmen. En die een duikcursus wilde doen. Of die haar paddy wilde halen. Ja, yeah. Obviously heeft ze niet gehad. Maar het ergste is, ze vertelde dus dat vrienden van haar bij een andere duikschool de paddy dus wel hadden gehaald. En ze zei ook tegen mij van, weet je, als ze me hier flanken... Dus dat ze haar laten zakken. Dan ga ik gewoon naar een andere duikschool die het wel wil doen. Shocking. Hier een restaurantje op het strand. Daar kan je dus ontbijten, lunchen, avondeten, alles. Grap is dat sommige die zijn dan 's avonds dicht. En dan kan je alleen maar zien welk restaurant is aan de tafelkleedjes. Dus dan is deze bijvoorbeeld dicht. En als je dan net hier gaat zitten, dan krijg je geen eten. En daar dus wel. Had ik een paar dagen terug. Met deze heb ik nog niet gegeten. Daar wil ik nog wel een keertje eten. Deze heb ik ook nog niet gegeten. Daar kan ik ook nog wel een keertje eten. Maar ik ben gewoon verslaafd aan die lekkerste curry van de wereld. Oh, en daar... Bij Panorama, daar doen we dus de paddycursus. Nou ja, ik doe hem en ik laat je kleine stukjes zien. Maar ik heb hem daar dus gedaan bij Panorama. Ik vind ze daar heel chill. Ja, yeah, daar zijn we dan. Panorama Diver. Dit zijn dus zeg maar allemaal de dive sites waar je, ja, waar je naartoe kan duiken. Ze hebben best wel veel scheepswrakken hier zo. Hier, Vietnamese wreck. Dit is ook weer, wat is dit? Polish wreck. Sugar wreck. Best wel vet. Ik kan hier echt goed duiken. Oké, we gaan nu 2,5 uur video's kijken. We hebben even een uurtje lunchpauze en ik heb 2 omeletjes besteld. Eentje met kaas en eentje met tomaten. En hier iced lemon tea. Trouwens, wie van jullie heeft ook zo'n paddycursus gedaan? Het is echt crazy. Je krijgt eerst een half uur soort van paddy commercial en dan tussendoor ook al die gear en zo. Ik heb echt het idee dat het een soort van zo'n infomercial filmpje is ofzo. En tussendoor krijg je natuurlijk wel gewoon goede informatie, maar ja, heel veel is ook gewoon van buy paddy, of tenminste niet, ze zeggen niet letterlijk koop paddy gear, maar je krijgt een beetje dat gevoel erbij ofzo. Het is heel Amerikaans. Ik denk dat deze vork in staal in Rusland is gemaakt ofzo. Ik probeerde net te eten, ik bedoel een ei. Zo hard is het niet. En hij is gewoon gebroken. Wie kent dat verhaal trouwens van de Lada's die zulke dunne raampjes hadden op een gegeven moment dat ze ja, gewoon door de wind braken. Daarom dus. Staal in Rusland vork. Een van de meisjes die ik bij de duikschool heb ontmoet had me gevraagd om vanavond mee te doen aan een pubquiz. Dus dat gaan we ook doen vanavond. En we gaan weer verder met video's. Oeh, het theoriegedeelte is klaar. Het is eindemiddag. My brain is fried. Maar we gaan nu toch nog, hoe heet dat? Equipment, zeg je dat in het Nederlands. Duikspullen. Daar krijgen we nu uitleg over. We hebben net uitleg gehad over hoe je de duikapparatuur in elkaar zet. En ik heb nu dus 3 keer alles in elkaar moeten zetten en weer uit elkaar moeten halen. En dat ging eigenlijk wel heel goed, moet ik zeggen. Ik kan niet meer. Het is nu 5:30. We zijn vanochtend begonnen om 10:00. Oeh, 3 uur video's gekeken. En nu net zeg maar 3 sessies van je duikspullen in elkaar zetten en dan weer uit elkaar halen. En dat moet je dan 3 keer achter elkaar doen.
En ze kwamen echt net, oh, je bent nog niet klaar, je moet nog een uur video's kijken. Ik zo, kan het ook morgen? Ik kan hier niet meer. Dus morgen gaan we weer verder. En voor morgen staan er dus ook 3 duiken gepland. Dat is wel heel vet, daar heb ik zoveel zin in. We beginnen morgen weer om 8 uur, maar eerst ga ik even lekker eten. Ik ben echt helemaal stuk en dit is het enige waar ik trek in heb. Frietjes, hamburger, pineapple fritters met honing. Yes. Come to mama food. Morgen doe ik dus 3 duiken op 1 dag. En ik dacht, ja, dan heb ik dus helemaal geen tijd om te YOLO'en. Dus dat doe ik nu lekker. Champagnekoek met chocoladesaus en honing. Oh yeah. Ik zit hier met 2 Franse meisjes. En... Can you say your name? Annelies. What is it? Annelies. Annelies? Yeah. Really? That's quite a Dutch name. Really? Yes. I think so. Or maybe we stole it from French. That could also be. Which one came first? Okay, yeah. And it's from. Yeah. Can you say your name? Roxanne. Hi. En we zijn met z'n drieën. Er is nog een jongen bij uit Pakistan. En we zijn dus een pubquiz aan het doen. We gaan eens kijken of we kunnen winnen. Ons team heet Karma. Yeah. De eerste ronde gaat over sport. Dit zijn onze antwoorden. Dit is de enige waar die we echt een beetje weten. Voor de rest is het allemaal gegokt. Geen idee. Yes. We hebben de 2e ronde gehad. Algemene kennis. We hebben er 6 van de 10. Yay! En we staan nu ongeveer... laten we zeggen op de 7e of de 8e plek of zo. En we moeten dus ook een beroemde persoon raden. En je krijgt elke ronde krijg je daar een aanwijzing over. We dachten eerst iemand van de... hoe heet dat? Van de Beatles. Maar dat is het waarschijnlijk niet. We hebben de 3e ronde gehad, de muziekronde. Ik kan gewoon niet geloven dat ik deze gewoon verkeerd had. Wie weet wat, hoe dit nummer echt heet. Unbelievable. Maar goed, we zijn 3e laatste. We zijn niet laatste. Awesome! Laatste ronde, bonuspunten. Dit is, wat is de Griekse naam die letterlijk voor een dier, die letterlijk paard van de rivierpaard betekent? We hebben geen idee. Dit is, even kijken, oh, dit is ook een gekke vraag, joh. Wat, in wiskunde, wat betekenen 3 stippen in een driehoekvorm? Nou ja, we hebben gewoon maar 3 opgeschreven. Wat is neusgoedje in het Engels? Geen idee. En, de laatste, die is wel echt heel verrot. Wacht even, 2 seconden, geef me even 2 seconden. Laatste is, deze is ook, ja, die moet je maar met me meeraden. Naast waterstof, welke stof is, naast waterstof, welke stof is er nog meer op de zon aanwezig? Wij hebben helium. Ze gaan de winnaars nu bekendmaken. We zijn in ieder geval niet laatste geworden, that's awesome, dat weten we al. For 53 points. We got Team Karma. Yay! Yay! Team Karma! Het is 12:30. Morgen heb ik 3 duiken en ik begin om 8:00 ochtends. Dus ik ben terug naar mijn kamer gegaan en ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Welterusten.